En hallo iedereen, leuk dat jullie weer een nieuwe video Bordel de Gameplay. Vandaag gaan we weer verder met Super Mario World. Ik hoor je misschien al denken, Tom, wat ben je lang weg geweest? Ja. Ja, dat klopt. Ik heb even gekeken. Oh, damn. Het begint al meteen heel intens. Oké. Dat ging heel goed. In ieder geval. Ik had het gewoon een beetje druk en ik had gewoon een tijdje geen video's gemaakt. Maar nu is er weer een video en dan zijn jullie allemaal weer helemaal blij. En dan kunnen we gewoon meteen gaan beginnen met Super Mario World. Want dit is een lastige wereld. Dit is de laatste wereld. Ik denk dat deze serie ook gewoon bijna ten einde is. Wat van de ene kant wel jammer is, want ik vond het een hele leuke serie. Maar van de andere kant is het ook wel weer leuk, want het is toch wel leuk om zo'n game uit te spelen. Dat geeft altijd wel een goed gevoel. Een serie afronden op je kanaal, dat geeft altijd... Ja, dat is toch wel iets waar ik persoonlijk blij van word. Wat is dit? Ik weet niet of ik hier blij van word. IJs. Oh, water. Water en ijs. Daar word ik niet blij van. Ik denk dat ik dit maar even niet ga doen. Snel weer terug in die buis. Kan dat? Kan ik in die buis? Ja toch. Moet toch kunnen. Overdomme, ik kan hier in die buis. Nee, we moeten toch dit water en dit ijs doen. Dit is echt een... Ja, blijf erop alsjeblieft. Nee! Ja. Tip voor de volgende keer. Ga niet in die buis. Ik dacht zo van, ja, hoe lang, ik zat nog een beetje te bedenken hoe lang ik hier ongeveer nog over zou doen. En toen dacht ik, nou als ik goed bezig ben, dan wordt het misschien, kan ik het gewoon deze video af hebben. Maar mij kennende zal het wel nog twee, oh wat, dat ding blijft leven? Ja, maar ik niet. Ik ben ook gewoon meteen game over, hoe snel kan je doodgaan? Voor mij is het echt de slechtste start van de serie tot nu toe. 3 keer doodgegaan volgens mij. En dat in nog geen 2 minuten. Holy shit, dat ging slecht. Dat is niet zo heel slim om er overheen te gaan, denk ik. Ik denk dat we beter gewoon, zoals oud en vertrouwd, hier onderdoor kunnen gaan. En hierover. En dan pakken we dit ding. En dan gaan we niet meer in de lava vallen. Dat lijkt me een goed plan. Oké. Ja. Oh ja. Ja, nee, die nemen we dan maar eventjes voor wat het is. Want anders waren we dood geweest. We leven nog. We zijn verder gekomen dan ooit. En hier is weer een vraagteken, wou ik zeggen. Maar toen viel ik weer helemaal naar beneden. Nou, nu niet, gelukkig. Wat zit erin? Oh, een Yoshi. Oh, dat is altijd wel leuk. Een Yoshi. Eens kijken, wat... Oké. Hoe gaan we dit aanpakken? Dat is een lastige, ik moet heel veel dit ding uitspoegen. Oh, die blijft... Wat, kan die blijven? Kan ik op de lava springen, man? What the fuck? Dat wist ik niet. Dat was misschien wel handig geweest dat ik dat wel. Ik weet niet zeker, maar volgens mij stond ik er nog niet op en ging hij al wel naar beneden. En ben ik hier zojuist hard in mijn kontje genomen door dit spel, wat al vaker is gebeurd. Ik heb echt gewoon bakken met pleisters hier naast me staan, want het doet gewoon pijn. Het gebeurt gewoon te vaak. Eén paar keer oké, maar... Het gebeurt echt zo vaak nu, dan moet je toch wel een paar pleistertjes binnenhalen. Eens kijken. We zijn weer bij het vraagteken. Wat zal erin zitten? Oh, het is een Yoshi. Oh mijn god, dit ga jij niet menen. Of toch wel? Oh, hier moeten we invallen en dan snel naar die kant. Ga ik hierover opstaan. Spiegel hier dat ding uit. Ja, zover kom ik dus niet. Wauw. Dit moet ik even wat beter aan gaan pakken, jongens. Sorry, het gaat. Ik ben 3 weken weg geweest. Moet ik ook even inkomen. Oké, ja, juist hem. Oh ja, heel goed. Allemaal mooi. En we zijn hier weer. En we zijn weer gewoon groot. Dat is mooi. Ik ben graag groot. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar ik ben graag groot. Want ja, groot zijn is gewoon fijn. Zo. We hebben weer een Yoshi te pakken, denk ik. Zal ik hem pakken? Of ik pak hem gewoon niet, dat kan ook. Is dat tactisch? Is dat een tactisch slim set voor mij? Geen idee. Ik moet in ieder geval dit ding nog een keer proberen. Dan ga ik helemaal hier aan de kant staan. En dan spuugt hij wat goed niet zo ver. Oh, kijk. Dat ziet er al netjes uit. Dan spring ik hier gewoon op. Kijk, dit ziet er toch al veel beter uit, jongens. En dan kan ik zo... Oh, het is gewoon gelukt. Het is zowaar gelukt. Hier moet ik naar beneden vallen, denk ik. Oh ja. Oh, jammer. Ja, toch nog. Oh ja. Oh, ik vond het nog best wel netjes actie dit. Oh, zo, gewoon midden. Oh shit.
We zijn gewoon bij het fucking midden. En hoe de fuck? Je moet wel... Hoe moet ik nou... Die dingen mag ik nog niet aanraken, hè? Oh, nu wacht hij even. Ja, die dingen mag ik niet aanraken. Dat was... Ja, wauw. Die behendigheid zit er nog niet helemaal in. We zijn bij het midden. Daar ben ik al heel trots op. Oké, we zijn hier. Nou, mooi. Oké. Hier komt het kuddestukje weer. Gewoon een beetje snel zijn. En dan niet... Ja, dit is zo kut. Dit is zo naar. Hier word je gewoon helemaal naar van. Gewoon één blokje waar je op moet springen. En die Mario, ik weet niet, kijk hier. Ik laat die pijl los. Ik ga hem nu proberen loslaten op het moment dat ik hier zo hiervoor bij loop. En dan laat ik hem los. Dan moet je kijken hoeveel stappen die nog zet. En los. Zie je dat? Hij loopt gewoon nog sowieso 3 stappen door. Dat maakt het zo naar aan het springen op één blokje met lava onder je. Oh, wauw, net te laat. Hij wipte net zo'n steen tegen mijn bakkes. Een steen op je bakkes is toch niet hetgeen waar ik heel blij van word. Oké, nog een steentje. Snel! Ja, mooi. En dan spring erop. Mooi. Oké, kan ik erbij? Ja. Oh nee. Ja, die pakken we dus niet meer. Dat kan niet. Het is nu, is die kans gewoon bekeken. Hier wil ik denk ik niet op willen springen, want er is weer lava onder. Oké. We zijn volgens mij redelijk in de buurt. Hier ga ik van afleiden, ja. Van het einde. Ja, oh nee. Dat was weer naar. Weer een steen op mijn bakkers en ik ben weer game over. Ik hoef het niet te zien. Door. Oké. Voor mij kunnen we gewoon weer verder vanaf het midden. Ja, kijk, dat is mooi. Anders zaten we nog wel een tijdje vast in dit leveltje. Maar nu zijn we weer hier. En snel. En hier met precisie. Dodelijk veel precisie. Ja. Oh, ik heb hem nog gepakt ook. Dat is wel handig, want nu kan ik hier een keertje extra met mijn bakkers tegenaan lopen. Tegen zo'n steen. En anders kan dat niet. Oké. Ik zou zeggen, spring. Maar hier komt dat nare stukje weer. Je kan nu één keer met mijn bakkers tegenaan lopen dan. Ik moet even wachten tot hij... Want ja, nu doet hij... Ik moet even... Oké, doe 3 stenen en dan wacht hij even. Oké, als ik even nu wacht en dan hierna naar deze steen gaan we. Oké, daar gaan we. Nu wacht hij even. Oh, mooi. Mooi. Het is gewoon een heel systeem. Ja, wat is dit naar, jongens? Wat is dit naar? Kan ik kijken of zo? Kan ik... Oh, nee. Dat was niet de goede knop. Kan ik op een of andere manier... Geen idee, maar ik moet voor mij op dat ding springen. Dit wordt niet leuk, jongen. Dit gaat sowieso helemaal fout. Ja! Oh, ja! Oh, nee! Ja! Ik leef nog! Oeh. Oké, nu kunnen we gewoon even wachten. 1 steen. 2 steen. 3 stenen. Voor mij na 3 stenen heb je even rust. Kijk, oké. Gaan we straks weer proberen. Ik leef gewoon nog. Dus zal ik niet aankomen. En hier komt de 3e steen en dan begint de ellende. Oh nee, er is nog een steen. Oh nee, er was nog een steen. Wij moeten gewoon dat ding even pakken hier. Misschien moet ik hem wel hier neerleggen zo. Dat ik hier op moet springen of zo. Ik denk niet dat het hem is, maar... Ja, dat gaat niet lukken toch? Kan nog niet. Kan het toch helemaal niet, man? Nee, dat gaat hem inderdaad niet worden, man. Holy shit. Dit is echt zo'n pak vol met ellende. Ja, en dat is al helemaal als je meteen springt bij de start, dan heb je alleen maar meer ellende. Oké, we gaan weer opnieuw beginnen. Ik vind echt dat ze in dit level, je hebt niet veel levels. Maar dit is wel een van de levels waar ik vind dat ze een extra save point bij mogen stoppen hoor. Want het is echt gewoon, hier word je naar van. Oké, mooi. Dit lukt me nog wel. Kunnen we hier overheen springen, ja. En dan krijgen we hier weer een irritant stukje. Oké, hier even 3 steentjes. Daarna kunnen wij. Dat is 2. En dat is steentje nummer 3. Gaan we er nu overheen. Gaat hij achter me aan of zo? Oh ja, dat willen we niet. Dit willen we niet. Maar bij 3 keer is hij dood. Ja, oké. Helemaal mooi. Oh jee, hier krijgen we dit stukje weer. En springen. Ja, en dan nee. En dan ja. En dan leven we nog steeds. Moeten we hier snel door? Ja, nu hebben we weer hetzelfde probleem.
Hier moeten we overheen springen. Oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Wat een bak ellende. Wat een bak ellende. Wil je er vanaf komen? En als je er eenmaal vanaf bent, dan loop je over 10 stappen door. En dan ben je weer dood. En dan, nee. Oh jee, hier hebben we dat steentje weer. Oh, ik dacht daar komen we nog wel overheen, maar blijkbaar niet. Wat een pech, wat een pech. Mijn leven is zojuist weer weg. En ik heb nog maar eentje over en dan ben ik weer game over. Dit is, kan voor mij weer een record worden met aantal hoe vaak ik game over ben gegaan in één aflevering. Maar dat komt ook gewoon puur omdat dit echt gewoon een level is waarvan je zegt... Gewoon nee, dit wil ik niet spelen. Maar ik moet het toch wel spelen, wil ik het spel ooit een keer uit gaan spelen, dus... Ik ben eigenlijk een soort van verplicht, maar ook weer niet helemaal. Oké, voor mij kan het nu gaan en dan ja en dan... Oh, wat een speedy gewoon, speedrun. Super Mario speedrun. Ik weet toevallig dat dit spel is uitgespeeld in... Oh damn, yes, nu heb ik weer nog mijn extra grootheid, mijn dikke. Er is een speedrunner geweest en die speelt die spel in 12 minuten uitgespeeld. Of iets in de buurt van de 12 minuten in ieder geval. Vraag je je af... Dat kan niet, want jij duurt er echt gewoon een paar uur over. Ja, dat klopt. Maar, het kan wel. Oh, zojuist heb ik ook dit leveltje gehaald. Dat kan dus blijkbaar ook. Dus namelijk, heb je in deze game heb je allemaal van die sterren. Ik zal het je straks wel even aanwijzen. Ding! En we hebben het level gehaald. En nu moeten we er voor mij nog maar 2. Oh, mijn god, we hebben een bonus game. Dit is leuk. Oh ja, allemaal sterren, allemaal mooi, allemaal hartstikke mooi. Come on, geef mij die dingen. Die goede dingen. Ja, een bloemetje daar ook al van. Nou, daar schiet je dus veel mee op met die bonus game. En gewoon niks op 3 op een rij. We zijn in ieder geval wel bij dit kasteel. Dat is mooi. Ik weet niet, waar is die kasteel? Hier zijn, normaal zit hier ergens een ster, ik weet niet waar. Maar op een speciale manier kan je een ster halen. Hierboven zit voor mij normaal gesproken nog een ster. En dan als je naar die ster gaat, dan kom je in een andere wereld. En via die andere wereld heb je zes levels of zo. En heb je ook 6 sterren ertussendoor. En bij elke ster kom je in een andere wereld. Dus dan ga je van de normale wereld met een ster naar de gekke wereld. In die gekke wereld hou je 2 levels. En dan ga je weer terug naar deze wereld. Via de ster waar je dan bij bent. En dan kom je hier gewoon meteen uit. En zo kan je het ook heel snel halen. Maar ja, dat is natuurlijk niet leuk. Ik wil natuurlijk wel alle levels een keer gedaan hebben. Oh, nee. Krijgen we dit weer. Dit is wel iets wat moeilijk is. Maar wat je over het algemeen... Ik wou net zeggen dat dit vergeleken met die vorige levels vrij makkelijk was. Ik had misschien... toch net iets te snel met die conclusie. Nou ja, oké. We gaan het nog een keer proberen. Nou, het is meestal de tactiek goed vooraan te blijven. Maar zoals je ziet, die dingen, die zijn ellendig. Hier, dat was ook niet fijn. Ik moet eventjes een beetje doorhebben hoe het allemaal zit. En dan komt het voor mij wel goed. Oké. Hier moeten we even wachten. Mooi, en hier moeten we vrij snel zijn. Hier kunnen we dan overheen. Oh ja, dat ging goed. Dat ging goed. En nu gaat het ook nog steeds wel goed. En hier gaan we omlaag. Jawel, niet omhoog, maar omlaag. En hier kunnen we overheen. Mooi. En straks gaan we heel random omhoog, volgens mij. Ja, die zag ik al aankomen. Oh, maar goed dat ik net omhoog ging. Juist hem. Wat een ebola. Nee, doe maar even niet. Gelukkig zit ik hier, want anders was ik vrij kansloos geweest. Juist. Ja, het gaat wel lekker, toch? Het gaat wel lekker. Oh, en dan gaan we het zo doen. Oh, maar gelukkig nu zitten we niet. Ja, oké, die wil ik graag hebben. Mooi, die heb ik. Nu kan ik tenminste 1 keer gepakt worden door die gekke dingen. Oh nee, daar hebben we ze alweer. Oké, snel, blijf vooraan. Doe je ding, er komt er weer een. Even wachten. Oh nee. En hier moeten we vallen dan. Ja, oh, dit is zo'n stukje dat je even moet vallen. Ja, oké, dit ken ik wel. Dat hebben we al een keer eerder gedaan. Ik heb hier ervaring mee. I think I have a lot of experience in this and I can make it to the door. Ik zag mezelf daar namelijk al wel weer falen. Oh jee, dit is leuk. Oké, een roltrap. Hoe relaxed is dat? Oh, leuk. Houten. Oh nee. Dat ding heb ik nooit gemogen. Dat ding heb ik echt helemaal nooit gemogen.
Ik kan me nog herinneren hoeveel... Ja, oh, op je bel, op je mel, op je bakkes. Kan ik dit ding oppakken? Ik moet er een manier zijn hoe je die steen kan oppakken. Ik weet niet. Pak de steen op. Oh nee. Ik dacht dat ik nog wel op tijd weg zou zijn. Oh nee, daar heb je die hem ook weer. Oh nee. Oh, hij moet die dingen weghalen. Er was geen save point, toch? Ik heb nog helemaal geen save point gezien. Verdomme, ik moet nu dit hele stuk weer opnieuw gaan doen. Dat is wel het ellendige aan dit spel. Soms, ja, er zijn soms heel weinig save points. Zoals bij het vorige level. En hier ook. Dan heb je echt zo'n tyfus lang stuk, gewoon hier. Het is op zich vrij makkelijk, zolang je maar goed springt. Want als je hier niet springt, dan ben je in één keer dood. En dit is ook wel haalbaar. Zeg ik nu wel. Het zou wel nu heel stom zijn als ik hier straks tegen zo'n bal oploop. Maar voorlopig gaat het nog goed. Voorlopig heb ik everything is alright under the control. Dus that is very nice. En nu wil ik graag dat ding weer pakken. Mooi. Dus ik heb gewoon dat ene, die Koopa, die tovenaar heb ik nodig. Dat is dus de hele story. Oh jee, hier hebben we dit gekke ding weer. Ja. En vallen. En nog een keertje. Jawel. Oké, en dan komen we weer beneden. En de rest is vrij makkelijk volgens mij. Hier waren geen moeilijkheden meer. Nee, dit was wel te doen. Dit was niet heel moeilijk. Dit kan ik wel. Dit kan ik wel. En ik ben telkens bang dat ik dan hier zo, dat ik dan dat sprongetje faal. Ik weet niet waarom. Dat zijn van die makkelijke sprongetjes die waar ik dan nog alsnog faal. Ik weet ook niet hoe ik dat soms voor elkaar krijg. Oké, mooi. En nu snel hier tussendoor. En dan komt hier achter goed is die Koopa ergens gespand. Ja, die tovenaar en die maakt die dingen kapot. Dat is helemaal mooi. Ja, helemaal mooi. En nu kan ik er tussendoor. I think I can er tussendoor. Jammer. Oh nee. Oh, dat ging ik maar net op tijd. Ja, hier. Als je even doodgaat. Dank je, John. Oh, hier heb ik een huisje nodig. Dat is wel minder dan. Moet ik gewoon even wachten. Even wachten tot hij er weer is. Oh, daar is hij. Hatseflats. Wat leuk. Oh, daar heb je hem weer. Oh, hij schoot hem er doorheen. Waar kom jij? Kom je daar? Dank je, John. Oké. Oh, dit is wel echt ellendig, dit. Dit is echt ellendig, dit. Dit wil ik niet. En mijn tijd is bijna op. Oh nee. Ja, ik wil erin. Oh, nice. Ja, oh, nice. Dat deed ik nog best wel netjes. Oké, die gaat er tegenaan. En dan spring ik hier en dan moet ik snel zijn, want ik heb niet zo gek veel tijd meer. Oh ja. Ren. Gekke dingen. Wegwezen. Oh ja, ik heb het gehaald. Oh, dat ding. Oh, met... met ellendige vuurballen. En die ellendige vuurballen waren net iets te ellendig voor mij. Oh, je hebt hier gewoon helemaal geen save point in deze hele map. Oh, dit maakt het echt. Dit is echt zo kut als je dan doodgaat bij het einde zoals ik net deed. Dan moet je namelijk weer helemaal opnieuw beginnen. Ik weet niet waarom, maar ik sprong daar zo wat vrijwillig tegen dat ding op. Zag gewoon. Ja, nu zijn we dood. Oh nee, we kunnen hier. Het kan nog. Ik had al zo'n goed gevoel erover dat het wel zou kunnen, maar nee. Ik vind als ik. Na deze keer. Als ik nu bij de boss kom. En dan haal ik hem nog niet. Dan ga ik hem gewoon. Save ik hem de derde keer voor de boss. Dat ik daar de boss opnieuw kan doen. Want. Ik vind het echt een bodem als ik deed dat dit stuk opnieuw moet doen, terwijl ik dat al 10 keer heb gehaald. Dat vind ik gewoon flauw. Dat vind ik gewoon niet lief spel. Ik sta er in ieder geval weer op. Pak deze mooie munt. Pak ik gewoon. En nu loop ik niet weer vrijwillig tegen deze dingen op. Hartstikke mooi. Die deuntjes ook gewoon, die maakt het echt zo creepy. Ik weet niet. Zijn er mensen geweest die deze Mario muziek eng hebben gevonden? Ik niet. Ik weet ook niet. Voor mij is het best wel een stomme vraag.
bedenk ik me zojuist. Maar ja, stomme vragen horen erbij. Vragen zijn niet stom, ze zeggen altijd die docent op school van, ja, je kan geen domme vragen stellen. Ja, nou, dat zeggen ze, maar dat klopt niet altijd. Althans, er zijn heus wel eens mensen. Oh, ja, ook hallo. Die zag ik eventjes niet aankomen. En jullie waarschijnlijk ook niet. Nu zijn we weer klein, dat is minder. Oh, maar wacht, we krijgen straks nog een... We hebben straks voor mij nog de kans om ergens een upje te pakken, laat maar zeggen, een paddenstoeltje. Die kans is niet heel groot, maar er is een kans. En dat idee dat er een kans is, dat koester ik. Oh, ja, hallo, ook hallo. Ik heb even dit ding plat nodig. En dan spant hij zo achter me en dan, ja. Kan ik hier nu al tussendoor? Geen idee, maar maak die nou even kapot. Maar nu kan ik sowieso tussendoor. Oh ja. Ja, nou, dit vind ik dan weer echt flauw, hè. Dit vind ik dan weer flauw. Dan spring je op zijn kop. En dan heeft hij net iets uit zijn toverstaf. Wat je dan weer eerder raakt dan zijn kop. Nou ja, oké. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Zo. Deurum. Oh, zit op de 21 minuten. Dan vind ik dat dit een hele mooie last... ene laatste poging was om het level te halen. En... als dit nu niet lukt, dan gaan we de volgende video gewoon weer verder. Bij het ene laatste level van de game. Hierna zijn er nog wel bonus levels. Ja, jongen, waarom? Wat doe ik hier nou? Wat ben ik hier nou aan het doen? Even kopie erbij. Hierna zijn er nog bonus levels. Die ga ik ook nog wel doen, denk ik. Want dat is ook wel leuk. Ik vind het wel leuk. Zoveel video's heb ik helemaal niet gehad van Super Mario. Want ik weet niet. Dit is een vrij kleine game. Vergeleken met de nieuwere games. Ja, kijk, Minecraft kan je niet uitspelen. FIFA kan je eigenlijk ook zo lang maken als je wil. En wat heb ik nog meer voor series? Ik heb Just Cause nog. Maar daar doe ik niet echt veel meer mee. Ik heb nog Pokémon, dat is ook een vrij lange game vergeleken met Mario. Oké. Dus ja. Alsnog, 10 afleveringen heb je mij kunnen zien falen. Dus lijkt me toch wel mooi. Ik kan er nog steeds meer van maken. Ik kan elk level een keer gaan halen. Dat lijkt me ook wel leuk. Gewoon elk level van de game een keer halen. Oh, ja, wat was dat nou weer? Wat was even gekkigheid. Dat was even een bug in de game. Oké. Daar gaat hij weer. Op de boze blokjes. Dan moet ik hier snel naar beneden vallen. Helemaal mooi. Zo. En daar gaat hij weer. Oké, nu ziet het er best wel goed uit, denk ik. Hier is er zo'n gek ding, waar je dus liever niet tegenaan loopt. Oké. Juist. Zo doe je dat. Dat is precies hoe je het hoort te spelen. Ja, nou, dan doe ik het wel gewoon netjes. Oké, dan zijn we hier. Wat gezellig, wat leuk. Ik spring even op jouw kop. En op jouw kop. En dan gaat deze tovenaar nu iets gooien. En dan ga ik snel, want ik wil graag hier doorheen. Oh, ja, helemaal mooi. Oké, als hij nu dat ding even spant. Oh, ja, dat is gewoon niet heel erg op. Hier. Oh, nee. Oh, maar nu kan ik wel tussendoor, toch? Dacht ik. Oh ja, dat schiet dus niet op. Oh ja, dat schiet ook niet op. Oh ja, dat schiet wel op. Dat is hartstikke mooi. Dat is helemaal hartstikke mooi. Dan moet ik snel die pakken. En dan ben ik weer gewoon groot. Holy shit. Oh, nee, ding in je hoofd. Dat is nooit fijn. Dat is ook het gekke. Soms spant dat ding gewoon recht in je. Dat kan gewoon. Dat ding gaat opeens omlopen als ik vlaggen achter hem sta. Gaat hij zich omdraaien. Wat is dit nou voor gekkigheid? En het is weer bijna afgelopen. Wat leuk. Wat lachen. Ik moet weer snel zijn. Ja, dat schiet nooit op als hij zo dichtbij komt. Hier. En nu kan ik er alsnog tussendoor. Dus spring! Ja, mooi. Oh ja, snel. Oké, mooi. Hier kunnen we springen. Hier moeten we snel zijn. Ja, mooi. Hier overheen, mooi. En voor mij zijn we nu bij de deur. Ja. Oeh, dat ging nog net goed. Hier moet ik heel veel oppassen, want dit is echt ellende. Nee! Oh mijn god, ik sprong veel te vroeg. Nou ja, in ieder geval, we hebben het weer een keer geprobeerd. Het is niet gelukt. De volgende keer als ik bij die basis kom, dan save ik hem even. Of ik save hem even halverwege het level, moet ik nog even kijken. In ieder geval, bedankt voor het kijken van deze aflevering.
Geef hem even een blauw duimpje als jij vindt dat dit een leuke serie is. Dat zou ik super fijn vinden. En dan zie ik jou de volgende keer met een nieuwe aflevering van Super Mario World. Of gewoon een andere video, ik weet niet wanneer. Ik probeer zo snel mogelijk weer een video online te gooien. Want dat, ja, dat is toch eigenlijk wel de bedoeling. Ik sta niet voor niets één elke dag een nieuwe video in mijn banner. Dus ja, daar wil ik me ook wel aan proberen te houden. En dan 3 weken niks uploaden vind ik een beetje jammer. Dus als het goed is, zo snel mogelijk weer een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Het blauwe duimpje en al je liefde. En dan zie ik jou graag de volgende keer weer. Dag.